Hier zwemmen dus vissen als palingen, in het voorjaar glasaaltjes, die richting Drenthe zwemmen. Rivierprikken die richting Drenthe willen. Zo zijn er een heleboel vissoorten die hier door het Peizerdiep, door de onlanden, richting Drenthe zwemmen. Een deel van de vissen die in Drenthe leven, trekken elk jaar van de kust van de Waddenzee helemaal langs de stad Groningen naar onze Drentse beekjes en weer terug. En dit is een van de ontvangers die hangt tussen Delfzijl aan die kant en de stad Groningen aan die kant. De tocht die ze maken heet de vissentrek. Dat is een gewoonte die ze al miljoenen jaren hebben. Net als vogels. Maar de omgeving en het water is natuurlijk erg veranderd. Niet alleen is die moderner, maar er zijn ook overal dijken, stuwen of sluizen op de route. Zo kunnen vissen de plek waar ze thuis horen niet meer bereiken. Egge Knol van het Groningen Museum is een wijs man. Hij weet welk landschap wel bij vissen hoort. Deze kaart die laat de situatie zien 1200 jaar geleden, toen er nog geen dijken of andere waterstaatkundige werken in onze provincies waren. Langs die Waddenkust aan de landkant had je een uitgebreide kwelder. Dat is grasland dat onbedijkt was, maar er zijn allerlei grassoorten die heel goed tegen zout water kunnen en voor veehouderij heel geschikt. Nou is het, als je naar de vissen toe gaat, natuurlijk helder dat als er geen dijken zijn, dat alle prielen en alle mogelijkheden om het land in te zwemmen, van de kleinste gultjes tot aan de grootste rivieren, benut kunnen worden. Dat hele oude landschap, dat is er gewoon nog. Op een van de meest bijzondere plekken van Nederland, de Noordpolder aan de Groningse kust. Het kwelderlandschap buiten de dijk hoort tot de mooiste, maar ook meest onherbergzame plekken van ons land. Er is geen scheiding tussen zee en land. En dat is nou juist wat vissen willen. We zijn hier dus op een plek waar het land overgaat in de zee. Hier zijn die trekvissen, paling, spiering, bot. Hier zijn ze naar op zoek. Hier weten ze dat ze hier langs moeten. En dat is natuurlijk een enorm fascinerend fenomeen eigenlijk. Dat die kleine visjes, zoals bijvoorbeeld glashaal, dat die hier door die kwelders vanuit zee, door de kwelders heen moeten. Door die kwelderprielen richting het land. Om daar uiteindelijk op te groeien tot een grote paling. Nou, je kunt hier in feite, als ik nog verder kom, zie je een heel mooi voorbeeld van hier de kreek en eigenlijk hier een heel klein kreekje waar de vissen dan doorheen moeten. Dat weten ze. Op een gegeven moment proeven ze het zoete water of ze voelen dat het water op en neer gaat naar binnen of naar buiten. Daar gaan ze naar op zoek en zo proberen ze het binnenland in te komen. Nou, vroeger had je hier natuurlijk in dit soort landschappen had je helemaal geen dijken. Dan konden de vissen ongehinderd heen en weer, op en neer. Eigenlijk net zoals het getij. Nu wij hier zo zijn, hebben we dijken gemaakt. Dat zorgt voor een barrière. Vissen kunnen niet zomaar meer van zee, zomaar naar het binnenland. Dan moeten we dus iets doen als we die vissen willen helpen. Ook het gebied van de Drentse Aa is onveranderd. We staan hier nu aan het Gasterse Diep. Een van de loopjes in het Drentse Aa-stroomgebied. Deze beek is een van de meest natuurlijke bekensystemen van West-Europa. En dat maakt het juist ook uniek voor heel veel planten en diersoorten. Want het is helemaal, ja, zoals wij dat noemen, onverstoord. Omdat de beek zo oorspronkelijk is, leeft hier de rivierprik. Een zeldzaam visje dat naar de Drentse Aa komt om zich voor te planten. Sinds kort is de route vanaf zee weer te zwemmen voor de visjes. De meeste obstakels zijn weggehaald. Waterschapper Peter Paul Schollema en Arjen de Vrome zijn op zoek naar het bewijs. Jonge rivierprikken. Arjens liefde voor de Drentse Aa stamt uit zijn jonge jaren. Mijn verbondenheid onder andere met dit gebied is dat ik hier
van kinds af aan al kwam natuurlijk. Werd ik meegenomen door mijn vader. En ja, dat heeft die band geschept in feite. En natuurlijk, nou ja, kijk om je heen wat je hier ziet. Als je daar geen verbondenheid mee hebt, waar heb je het dan nog wel mee? In Noordpolderzijl was het voor vissen vroeger gemakkelijk om het land binnen te komen. Dat ging gewoon via de sluis, weet beheerder Jan Schoneveld te vertellen. Duizenden vissen, vooral glasaaltjes, kwamen hier binnen. Maar de oude sluis is vervangen door een gemaal en een nieuwe dijk. Nou, hier, waar we nu op dit moment staan, is dit is de kader van het nieuwe haven. Vroeger was het hier dus water. En hadden we daar de sluis. En dan kon alle vis via het wat naar het binnenwater. En dat was helemaal geen probleem. Dus nu hebben we dus wel een probleem. Want het gemaal zit er nu, de sluis is helemaal dicht. En ja, de vis kan nergens heen. Dat glasaaltjes niet naar binnen kunnen is erg slecht voor de palingstand in Nederland. Nou, we zien hier dus een glasaaltje. Die is dus vele duizenden kilometers uit de Sargassozee, zo klein, hierheen gezwommen. Met z'n allen. Om hier bij Noordpolderzijl te eindigen. Nou, dat is toch een mooi verhaal. Vroeger kon een vis hier vrij makkelijk de polder in de Noordpolder. Je zag dus dan een hele vloot van glashaal en het schitterde. En duizenden kwamen allemaal via de Sargassozee hier het wad op. Ik vind het dus wel heel jammer dat dat dus niet meer kan. Nou, we zijn dus op het moment bezig met allerlei instanties om het weer voor elkaar te maken. Gemaal wordt aangepast en ik hoop dat dat dus heel gauw gerealiseerd wordt. Want ja, het is bijna al te laat. Nou, ik heb nu een rivierprikloos gevonden. Ik zal hem even in een cuvette doen, zodat we het beter kunnen bekijken. De larven die erin zitten, die zijn nou blind. Als ze 2,5, 3 jaar zijn, vindt de metamorfose plaats. Dan krijgen ze echt ogen, die in het begin van natuurlijk aanwezig zijn. Dan krijgen ze vinnen en dan trekken ze van hieruit helemaal naar Delfzijl, de Waddenzee op. En er zijn maar weinig paaiplaatsen bekend in Nederland. Ik geloof iets van 3 op dit moment. Nou, als er dan hier één is, dan ben je een gezegend mens.